In Amsterdam is er een hele mooie Pride. Dus niet alleen... Die speelt zich ook af op het water. Maar verschillende ministeries nemen daaraan deel. Dat biedt zichtbaarheid en dat ook, toont ook echt aan dat zowel overheid als regering daar ook echt achter staat. Collega Doze haalde het belang er ook van, het belang er ook van aan, van echt achter die waarden te staan en dat ook te tonen. Dus een concrete vraag, bent u bereid om het initiatief te nemen, te vragen aan uw collega's, om de Vlaamse administratie actief te laten deelnemen aan de Belgian en de Antwerp Pride? Ik denk dan uiteraard aan uw eigen administratie, maar ook aan het, mijn collega Van de Wouwer haalde het aan, ook onderwijs natuurlijk, die een zeer belangrijke rol speelt in de maatschappelijke aanvaarding. Dank u. Dank u wel. Deze zomer zie zich al met minister Jan Bon op een wagen staan. Ik heb een heel levendige fantasie. Over de dresscode spreek ik mij niet fantasie uit, prikkelt. Ik heb een heel levendige fantasie. En ik ga me verder bezinnen over uw voorstel. Ik kan er een aantal dingen bij bedenken. Maar ik weet niet dat ik iedereen ga meekrijgen. Ik zal heel veel charme moeten inzetten, denk ik. De minister wordt hier live uitgezonden. Nou, de kijkers zelfs maar ook eens lachen. Hè. Ja, zeker weten.